zoals u weet is Nederland en was Nederland geen belastingparadijs. Maar het is inderdaad zo dat wij vandaag een aantal belangrijke stappen hebben afgesproken. Waarvan wij eigenlijk twee dingen willen duidelijk maken. Eén, Nederland is een land wat met open armen alle bedrijven die hier reële economische activiteit, zeg banen, met zich meebrengen. Maar Nederland gaat de open armen zeker niet hebben naar bedrijven die hier alleen komen met als doelstelling om belasting weg te sluizen. Dus de brievenbusfirma's, zijn die over een paar jaar verleden tijd? Wij gaan echt serieus werk maken van het aanpakken van brievenbusfirma's. Op welke termijn gaat u dat doen? Nou, we hebben een hele range aan maatregelen. Die komen ook in een brief van de Tweede Kamer vanmiddag. Die gaan niet alleen over de doorstroom als zichzelf, maar ook aan iedereen die daar aan meehelpt. We gaan richtlijnen implementeren. We gaan zorgen dat de structuren die in het verleden in het nieuws kwamen niet meer mogelijk zijn. Dus het is echt een stevig pakket aan maatregelen om Nederland echt anders te positioneren en ook het beeld te kantelen. Wat je zelf net aanhaalt, denk ik, met het belastingparadijs. Dat beeld klopt niet en dat ga ik nu serieus kantelen. Nee, maar het is niet alleen een beeld, het is ook de praktijk. Namelijk dat Nederland heel erg interessant is voor mensen die zo min mogelijk belasting willen betalen. Nou, het beeld wat vaak wordt opgeroepen gaat over voorbeelden uit het verleden. Het vorige kabinet is al begonnen, denk ik, met de inzet van het aanpakken van brievenbusfirma's. Wat ik ga doen, is dat beleid overnemen en gas opgeven. Ja. Hoe gaat u er gas opgeven? Nou, door bijvoorbeeld als wij Europese richtlijnen gaan implementeren, niet altijd per se het minimum te doen. Maar ook af en toe kijken, we willen echt ons best doen om bedrijven die Nederland willen gebruiken om hun winsten weg te sluizen, om die het leven zuur te maken. Maar concreet, hoe gaat u dat doen? Ja, er zijn dus een aantal maatregelen voor. Dat gaat volgens mij, lijkt mij nu misschien iets te technisch ingewikkeld om het voor te bereiden. Maar het zijn echt maatregelen die gaan op het voorkomen van belastinggrondslaguitholling en het vergroten van de transparantie die we daarbij wensen. Zowel van de belastingplichtigen als van de adviseurs die daar met agressieve manieren soms aan meehelpen. Ja, nou is er natuurlijk een heel bekend voorbeeld van U2, de Rolling Stones, die hier een brievenbusfirma hebben om zo min mogelijk belastingen te betalen. Is dat over een paar jaar verleden tijd? Nou, dat is een van de drie maatregelen die we gaan doen. Het gaat over invoeren van bronheffingen. Wordt het toch een heel klein beetje technisch, maar het komt er eigenlijk op neer dat iedereen die rente, royaltystromen of dividenden weg wou sluizen naar laagbelaste landen, dat we zeggen, daar gaan wij op heffen als Nederland. En daarmee worden structuren, individuele gevallen ga ik niet in, maar structuren als degene die u bedoelt, een stuk ingewikkelder van.